Ik ben Ramazan, ik ben oorspronkelijk uit Zuid-Rusland en etnische Tsjetsjeen. Ik ben Obada, ik kom uit Syrië. Ik ben naar België gekomen door de oorlog in Syrië. Dus ik moest toen gewoon weg van die oorloggebied. Ik voelde mij niet veilig, ik moest gewoon vluchten. In 2014 ben ik naar België gekomen. Dan ben ik naar opvangcentrum EREZ. Doorgewezen naar opvangcentrum Lint. Dat was een heel moeilijke periode. Dus je bent in een nieuw land gekomen. Je weet totaal niks van waar, hoe en... Je moet ook veel dingen aan jouw familie die je hebt achtergelaten in jouw land. Ik was werk aan het zoeken. En dan ben ik tegengekomen, advertentie van het Rode Kruis, dat die waren logistiek medewerkers aan het zoeken. En ik dacht, dat is ideaal voor mij. Dan ben ik begonnen in Westakkers. Toen ik in Syrië was, heb ik ook met die Rode Halve Maan gewerkt. Gelijk hier zoals de Rode Kruis. En toen ook naar België kwam, had ik die hulp gekregen. Dus ik weet hoe mooi is dat. Toen beslis ik om, oké, ik wil ook die hulp terug aan die andere mensen geven. Ik vind dat een fantastisch goed job. Ik doe dat super graag. Het is iets dat mij ook heel veel kracht geeft in mijn leven. Het maakt niet uit welke taal of welke kleur je hebt. Iedereen zijn hier gelijk. Mijn belangrijkste motivatie in het leven, dat is gewoon... Gewoon iedereen te helpen en doen wat je kan doen, elke dag. Want alles wat wij doen, dat verspreidt gewoon. Als je doet iets goed, dan ga je goed terugkrijgen. Eigenlijk de mooiste moment, als je hoort van oké, iemand die heeft hier positief gekregen, die mag in België, hij is hier veilig. Je houdt zelf ook een beetje blij, oké, ik heb die gast hier geholpen. Dus je voelt sowieso zo'n mooi gevoel van binnen. Het is echt, de mensen die bij het Rode Kruis komen werken, die zijn allemaal gewoon helden.